Yo mensen, hier is William back at it again met een nieuwe video. Mensen, vandaag gaan wij iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Wij gaan namelijk kijken naar mijn verschrikkelijke jeugdfoto's. We gaan vandaag voor de 150 likes. Zou super awesome zijn als we dat kunnen halen. We gaan dus gewoon reageren op mijn foto's van vroeger. Ik hoop dat jullie dat super tof gaan vinden. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon beginnen met deze video. Let's go! Natuurlijk moeten we eerst beginnen bij mijn geboorte, of in ieder geval de eerste periode van mijn leven waarin ik klein en dik was. Oké, de allereerste foto. Oké, wat is dit schattig. Huilende baby's zijn altijd super leuk. Volgens mij was ik hier echt nog maar net geboren, maar ik had veel haar, jongen. Donders. Dat was echt niet normaal. En het was ook gewoon echt stijl. Het was echt stijl. Volgende foto. Daar kom ik aanzetten. Met niet één, maar twee kinderen. Kijk, ik lig er wel echt bij als een gekke stream. Maar ik weet niet echt wat ik hiervan moet gaan vinden. Ik heb serieus gewoon nog steeds stijl haar. Ik weet ook echt niet wanneer mijn krulletjes kwamen. Maar het stond me wel. Dit bed van pa en ma slaapt veel lekkerder dan mijn eigen bed. Tukkie doen. Deze is wel schattig. Echt zo'n bed. En dat hier echt zo'n klein mandje erin ligt. Ja, dat vind ik wel cute. En wat is dat daarboven? Is dat een giraf of zo? Ik heb echt werkelijk maar geen flauw idee wat dat is. Alle skits. Ik weet niet wat er met mij hier aan de hand is, maar volgens mij was ik niet zo super, super, super blij. Hey, oh shit. Ik weet al wat ik aan het doen was. Ik gooide die wip toen al. Hey, zie hem, hè? Zie hem. Zie hem. Ik weet ook niet wat voor wip ik zo net deed, maar maakt niet uit. We gaan eventjes heel ver doorspoelen. Lekker ding! Ik kijk ook echt gewoon zo van, haal me uit het bad, ik vind het helemaal niet leuk! Very hot. Mama, ik ben nu echt te groot voor dit wipstoeltje. Ik kom al met mijn voeten op de grond. Savage AF, dit is echt niet normaal. Ik kan makkelijk met mijn hele lichaam op dat stoeltje zitten. Alleen dat doe ik niet, want ik ga lekker helemaal onderuit gezakt zitten. Zodat ik de grond raak en ik niet meer in dat stoeltje hoef. Op naar het volgende fotoboek. Ik maak ook echt letterlijk gewoon een jump van mijn jeugd van 1 en 2 jaar naar 6 of 7 jaar. Maar geen stress, dat maakt niet uit, want wij mogen dat. Wat is dit een echte gekke street? Moet je zien joh, dit is gewoon mooi. Ik heb gewoon een of andere medaille. Hoe spreek je dat woord uit? Medaille, medaille. Ah. Mijn zusje, wat een cutie. Wat een cutie pie, little kleine. William is 6 jaar geworden. Hij viert het met zijn vriendjes van school. Laatste boekje. Fotoboek 2009-2010. Ik had een grote afro. Ik wist dat hij groot was, maar zo groot? Een random plaatje van een dolfijn. Dat is echt dolfijn, man. Mensen, als jullie vaker willen dat ik op dingen van vroeger ga reageren, laat het hier zo weten in de reacties. Verder wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was super leuk om deze video te maken, omdat ik het gewoon weer tof vond om foto's van vroeger en zo terug te kijken. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer te zeggen. En zie ik jullie dus gewoon volgende week zondag weer bij een gloednieuwe video. Later! Let's go.